Het loopt tegen de kerst, de tijd van het jaar waarin vele instanties inzamelingsacties organiseren. Wij gingen kijken bij onder andere de Voedselbank en de Baanderij. Wij staan hier bij de Voedselbank in Gouda. Jij bent verantwoordelijk voor de logistiek. Ja. Hoe gaat het allemaal? En voor de aanvoer van alle spullen. Dat gaat met heel veel mensen, want er wordt heel veel aangevoerd. En daar zijn veel mensen voor nodig. Veel vrijwilligers? Ik heb in mijn groepje van aanvoer en logistiek zitten ongeveer 20 vrijwilligers. Okay. En bij de andere werkzaamheden zijn er nog een stuk of 40, 50. Zo, dat is nogal wat. Elke week hebben we ongeveer zo'n 30, 40 mensen bezig de hele dag. En dat is dan één dag in de week of komen ze meerdere dagen per week hier? Het uitdelen is één dag in de week en dan maken we ook de pakketten. Dus vandaag op donderdag. En het aanvoeren, het grootste deel daarvan is op woensdag. Okay. Want dat is nogal gevaarlijk werk, dus willen we niet te veel mensen in de buurt hebben. Nee. En jullie zijn afhankelijk natuurlijk van sponsors, van supermarkten, van bedrijven, of hoe moet ik dat zien? Ja, wij zeg maar zelf halen we veel spullen op bij bedrijven, gewoon hier in Gouda en omgeving. En we hebben dus in Rotterdam een regionaal distributiecentrum. Daar worden door de grootproducenten van voedsel worden daar de spullen naartoe gebracht. En daar halen we dus eigenlijk het massale gebeuren. Zeg maar wat je hier om je heen ziet in al die pallets en zo, dat komt meestendeels uit Rotterdam. En dan hoop je toch wekelijks, denk ik dan, dat je een assortie krijgt aan producten waar de mensen wat aan hebben? Ja, dat hopen we. Dat lukt niet altijd, want je krijgt soms van het ene product heel veel. Ja. Maar omdat we gelukkig hier en hiernaast nog een behoorlijke opslag hebben, kunnen we dus, dan bewaren we dat en dan zeggen we oké, over 2-3 weken doen we weer wat en, ja. Enzovoort enzovoort. We zitten bijna al rond kersten, dus wat gaat er gebeuren? Iets extra's misschien voor de mensen? Ja, we zijn al heftig aan het voorbereiden en inmiddels zijn dus de diverse kerken benaderd om spullen te geven. En dat gaat dus volgende week vrijdag gaat dat beginnen. Dat is dus vrijdag de 16e. En dan, dat gaat dan in het weekend worden die spullen meegenomen. Okay. En maandag gaan we dat uitsorteren en eerst natuurlijk ophalen en uitsorteren. En dinsdag gaan we dan een kerstpakket maken voor de mensen. Dat wordt dus ons eigen kerstpakket. Naast de kerstpakketten die we nog krijgen via de landelijke organisatie. Het wordt gemaakt door Unilever en ook verstrekt Unilever. En dan hebben we TV West, die heeft nog een hele actie. Daar krijgen we ook een pakket van en wij maken zelf een pakket. Dus dit is een extraatje voor ze? Ja, maar dat doen we ook elk jaar. Want je weet nooit van tevoren of die extra pakketten komen. Nee. Dus wij doen altijd zelf en we doen ook de normale tas of de normale bak, die maken we iets voller. En ook iets luxueuzer als dat kan. We kopen wat spullen bij. Wat luxere producten? Ja, dat proberen we. We zijn nu al een beetje aan het uitsorteren. Maar wat we vooral hopen, en dat hebben we ook gevraagd aan de mensen. Doe nou in die spullen die je geeft. Doe daar nou wat dingen in die je zelf ook graag zou willen hebben met kerst. Zodat we iets verder gaan dan het normale wekelijkse pakket. En dat ze ook een beetje het kerstgevoel hebben. Ja, precies. En wat bijvoorbeeld, we hebben kerstbroden gekocht. En iedereen heeft een kerstboot, dat soort dingen. Dus we investeren daar zelf ook een beetje in. Ja. Ik wens je heel veel succes, want ik zie dat er heel veel mensen hier lopen die de pakketten klaar staan maken. Want over 2 uurtjes komen de mensen, heb ik begrepen, om de pakketten op te halen. Ja, zo rond 1:30 beginnen we. Het is al nog een organisatie hier. Wat gebeurt hier allemaal? Inderdaad, het is enorm. Hier in Gouda hebben we een verwerkingspunt voor de schoenmaatjesactie. Nou, schoenmaatjes, dat zijn schoenendozen gemaakt door kinderen voor kinderen in ontwikkelingslanden. Die worden hier gecontroleerd, worden verpakt, worden gesorteerd, worden gescand. En dan gaan ze op weg naar een ver land. En waar gaan de schoenendozen zoal naartoe? Nou, de schoenendozen die hier gecontroleerd worden, hier in Gouda, die gaan naar Ghana. Per container neem ik aan. Hoe is de logistiek? Hoe gaat dat? Ja, na het controleren hier worden ze ingepakt in een zeecontainer en gaan ze via de haven van Rotterdam rechtstreeks naar Ghana toe. En dan bepaal een tijdsbestek? Hoe lang? Dat duurt echt weken. Eerst een douanefaciliteit, dan gaan ze vervolgens over zee. Dat duurt wel echt wel meer dan een maand voordat ze daar zijn.
En hoe moet ik dat zien? Is het alleen scholen uit Gouda of is het regio gebonden dat mensen hier pakketten komen brengen? Ja, het is inderdaad uit de hele regio, dus mensen uit Gouda en de omgeving. Het is bovendien een landelijke actie, dus het is op veel meer punten. Maar hier in Gouda komen ze uit ruime omtrek tot Rotterdam en Den Haag toe. En de kinderen stellen zelf de pakketten samen? Ja, het is echt een kinderactie. Dat is ook het leuke, vind ik zelf. Elke schoenendoos, ja, elke schoenendoos is gewoon heel uniek. Hè? Dus ik pak er zomaar eens even eentje bij. Dan zie je zo'n kind. Ja, de een heeft hem weer met blauw versierd, de ander met anders. Je mag ook kiezen of het voor een jongen of een meisje is, zeg maar. Ook de inhoud is natuurlijk steeds heel verschillend. Misschien leuk om even eentje te bekijken. Ja, een assortie aan schrijfwaren, tandpasta. Ja, er zitten inderdaad drie categorieën in. Schoolartikelen, speelgoed en toiletartikelen. Nou, je ziet, het is echt prachtig gevuld. Deze schoenendoos kan zo door, kan ingepakt worden. En dan maak je een kind in Ghana echt ontzettend blij mee. Het gaat echt naar kinderen die heel kansarm zijn en verder niets hebben. Transport, daar hadden we het net al over. Ja. Dat moet toch ook bekostigd worden? Wie doet dat dan? De mensen zelf wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage te geven van 6 euro. En daar draaien we de actie van financieel. En ja, je moet het hebben van de vrijwilligers natuurlijk, hè? Absoluut, hoeveel absoluut. Werk hier? Ja, dat is het leuke. En dat is het leuk dat ik nu op Gouwestad ben om oproep te doen voor vrijwilligers. Want, handjes tekort. Handjes tekort, precies, dat is het. En het is wel ontzettend gezellig. Kijk vooral hier om je heen. Mensen vinden het prachtig om een schoenendoos weer te openen en te zien wat erin zit. Eventueel bij te vullen als die slecht gevuld is. Maar ook bijvoorbeeld oorlogsspeelgoed moet eruit. Dat soort activiteiten. Ook gewoon super gezellig. We hebben handjes nodig. Dus Gouda en omgeving, kom alsjeblieft hier helpen bij de baanderij. Nou, bij deze denk ik, het is een goed iets streven om voor je kinderen te doen die het wat minder hebben. Dus het wordt, begrijp ik, nog een keer dubbelcheck, de vrijwilligers, in alle dozen om te voorkomen dat er geen rare spullen in zitten. Ja, bijvoorbeeld zit er wel eens oorlogsspeelgoed in, wat ik zei, of eten, dat kan natuurlijk ook niet, dat is bederfelijk. Dus dat wordt inderdaad gecheckt en sommige schoendozen zijn wat slechter gevuld en wordt het bijgevuld. Ja, het is ook sowieso, ik zeg oproep voor vrijwilligers, maar ook heel erg leuk om mee te doen. Je kan hier de komende 6 weken nog gewoon inleveren schoenendozen. Dus ik zou zeggen thuis knutselen, in gaan leveren en even komen helpen. Nou, fantastisch. Ik denk als mensen dit gezien hebben dat ze toch jeuk in hun handen krijgen, laat ik het zo zeggen. En denken van laat ik toch even een handje uitsteken. Ja, dat hoop ik echt. En, het is, we noemen dit een cadeau van kind tot kind. En het is echt een onvergetelijk cadeau voor een kind in Ghana. Dus als je dat beseft, dan denk ik dat het heel goed is. Ook, we hebben best wel veel. Ook mensen met minder inkomen kan je toch gewoon toch wat geven. En dus ik denk goed dat kinderen ook leren om iets te geven. Niet alles alleen maar vragen, verlanglijstjes, Sinterklaas, kerst nog een keer, dat en dat. Dat is ook allemaal prima, maar ik zou zeggen probeer iets te geven. Deel iets met een ander. Ja.